Is het een elektrische rolstoel? Is het een robot? Het is de iBot en ik wil jullie er meer over vertellen. Ik zal me even aan jullie voorstellen. Misschien kennen jullie hem al als Marijn met MS. Ik heb al eerder een artikel geschreven over de balansrolstoel en hoe die mij heel erg helpt. Ik zal de link hieronder in de beschrijving plaatsen. Maar ik wil jullie nu iets vertellen over de iBot. Ik werd namelijk uitgenodigd door het bedrijf waar ik mijn balansrolstoel heb gekocht, TwoCare, in Os, om de iBot uit te proberen. En dat wilde ik natuurlijk wel. Ik was heel erg benieuwd wat deze technische innovatie zou kunnen betekenen voor mensen die gebruik moeten maken van een rolstoel. De iBot is in ieder geval geen balansrolstoel. Hij wordt niet bestuurd door het verplaatsen van je eigen gewicht. Nee, er is één simpele joystick die je hoeft te bewegen om vooruit, achteruit, harder, zachter te gaan. De iBot heeft 6 wielen en 6 verschillende standen. Ik zal jullie even kort door de standen loodsen en vertellen wat je er precies mee kan. Je hebt allereerst natuurlijk gewoon de standaard stand waar je gewoon mee kan rondrijden. Maar er is ook een 4x4 stand waarmee je het strand op kan, het bos in kan, onverharde wegen kan bereiden, door de sneeuw kan rijden zelf. De iBot heeft ook een balansstand. Hij draait dan 2 van de wielen boven elkaar, zodat je rechtop komt te rijden. Dat is misschien wat vaag, dus ik zal je even een filmpje laten zien. Vanuit deze balansstand kan je ook een trap bestijgen. Ook dit klinkt misschien wat vaag, dus ook hiervoor zal ik even een fragmentje laten zien. De iBot is er dus voor gemaakt om naar buiten te gaan. Hij heeft een actieradius van 35 kilometer, 4 accu's die eventueel nog uitgebreid kunnen worden naar 6. En dan heb je ook een grotere actieradius. Met de iBot kan je 12 km per uur rijden. Dit was even een andere manier om een artikel voor de MS-scene te verzorgen. Vond je dit nou leuk? Laat het weten in de comments beneden het filmpje. Ik zal ook een link naar de website van TwoCare plaatsen waarop je, als je dat zou willen, een afspraak kan maken om zelf de iBot te ervaren. Geef een duimpje, abonneer je op het kanaal van MSWeb en tot de volgende keer. Hou het stabiel!